Een lichtgewicht jas voor sport en adventure. Vandaag presenteren we je de Venture XT Waterdichte Jas van Alpine Stars. We zullen ook de Venture XT broek bespreken, die de jas aanvult om een uitstekende set te maken die je het hele jaar door kunt dragen. Hallo en welkom op ons kanaal. Ik ben Vivian en vandaag gaan we de Alpine Stars Venture XT Jas en Broekset reviewen. De nieuwste toevoeging van het Italiaanse merk voor de 2022 collectie. Maar let op, ze worden apart verkocht. Deze waterdichte set is ontworpen voor rijders die altijd klaar zijn voor avontuur zowel on- als off-road, met een avontuurlijke sport -touring stijl. De set is klasse A gecertificeerd en zijn belangrijkste concurrenten zullen de Alpine Stars Anders V3. Klim Dakar, Dynace X Tourer en Dynace Tempest 3 D-Dry zijn. De adviesprijzen liggen op 269,95 euro voor de jas en 199,95 euro voor de broek. Voordat ik begin, vergeet vooral niet abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van al onze video's, reviews en roadtests. Druk dan ook meteen even op die like button en laat in de reacties weten wat jij vindt van Alpine Stars Venture XT. Goed, laten we beginnen met de jas. Het hoofdmateriaal van de Venture XT is polyester. Daarbij heeft de lichtgewicht en de duurzame hoofdschaal een waterafstotende behandeling voor uitstekende prestaties bij nat weer. Terwijl de grote ventilatieopeningen op de mouwen en het super airflow paneel op de borst ervoor zorgen dat de jas zich snel en gemakkelijk aanpast aan warm weer en perfect is voor actief rijden. Ook heeft de jas PU-verstevigingen op de meest kwetsbare plaatsen. Om extra slijtvastheid en bescherming te bieden. Zoals we al zeiden is de jas licht van gewicht en heeft het grote ventilatieopening op de mouwen en een super airflow paneel op zowel de voor als de achterzijde, waardoor hij bijzonder goed ventileert. De jas past zich zeer goed aan extreme weersomstandigheden aan, of het nu warm, vochtig is of regent. Je kunt hem altijd gebruiken. De hals voelt zeer zacht aan voor extra comfort voor de rijder. Ten slotte biedt de jas verschillende opbergmogelijkheden: een onderzak geïnspireerd door de Dakar Rally, ergonomische zijzakken voor de handen en een waterdichte en zeer praktische zak op de borst. Met een pasvorm die is ontworpen om het hoogste niveau van bescherming te bieden, tijdens het actief rijden is deze jas geschikt voor het Tech Air airbag-systeem, inclusief de nieuwe Tech Air 5, voor volledige bescherming van het bovenlichaam. Het TEC-R5 Air Airbag systeem is elektronisch en maakt gebruik van zes sensoren. Met een slim algoritme dat door middel van kunstmatige intelligentie precies weet wanneer de airbag moet worden opgeblazen in geval van een ongeluk. Daarnaast biedt het Nucleum Flex Plus Panzer optimale bescherming bij botsingen en kan het worden uitgebreid met Nucleum-inzetstukken op de borst- en rug voor nog meer veiligheid. Tot slot, en zoals we al zeiden, heeft de jas CE-niveau A-certificering. Laten we nu het tweede kledingstuk bekijken van deze set: de broek. Eveneens gemaakt van polyester en met een shell die PU-versteviging heeft en die licht, duurzaam en waterdicht is. Zo zal je in de meest natte omstandigheden kunnen rijden zonder grote ongemakken. Daarnaast zorgen de ventilatieopeningen in de dijen voor optimale luchtstroom en ventilatie zodat je ze ook tijdens de warmere dagen zonder problemen kunt gebruiken. Het zetvlak is verstevigd om slijtage tegen te gaan en scheuren te voorkomen. De binnenkant van de knie is ook versterkt, maar met synthetisch leer. Op die manier gaat de boek langer mee, omdat het een zone is die veel in contact komt met de motor. Bovendien heeft de Venture XT-broek stretchstof bij het kruis, het juk aan de achterkant en de knie, zodat je je gemakkelijk kunt bewegen tijdens het actieve rijden. Om je persoonlijke bezittingen veilig te bewaren, beschikt de broek over een ergonomische zak die zo gemakkelijk toegankelijk is dat je hem kunt gebruiken terwijl je zit het rijdt of zelfs staand op de voet steunen. Tot slot en om deze review af te sluiten, laten we eens kijken hoe de broek zit op het gebied van veiligheid. Net als de jas is er het Nucleon Flex Plus Panzer dat bescherming biedt tegen impact, maar je kunt Nucleon Heup inzetstukken toevoegen voor volledige dekking. Let wel op dat ze er in twee versies zijn, op de laars en in de laars, die, zoals je misschien al geraden hebt, je aan de buitenkant of aan de binnenkant van je laarzen kunt plaatsen, zoals jij het wilt. Opnieuw stelt Alpinestars niet teleur met hun nieuwe Venture XT-set. Veiligheid, duurzaamheid en comfort maken deze set tot een van de hoogtepunten van de 2022-collectie van het Italiaanse merk. Mocht jij na het zien van deze video deze prachtige set direct willen bestellen, ga dan naar championhelmets.com.